buien met kans op onweer, maar ook opklaringen en het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen af en toe zon, ook een bui en 19 graden. Daarna warmer en in het weekend echt na. Nederland, digitaal via web, app en DAB+. Yes, nog 2 dagen in de hele ether. Wie ook in heel Nederland ontvangen is, want hij vliegt erboven in zijn verkeershelikopter. Waar... Vanavond, enjoy! Tussen Venlo en Echter staan ze bij 14.2. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Antaflu. Verzorgd en verfrist. Goedenavond als tegenhanger voor dit belachelijke druilerig weer. Draai ik alleen maar zonnestraaltjes. Zometeen Marshmallow en Farruko. Eerst Pink. Dit is Never Gonna Dance Again. State resources available to all local governments and organizations within the hurricane impact area. We have assets staged and our personnel are in the EOCs in the affected areas, and we're coordinating with our utility providers, and Director Stallings is going to talk a little bit more about that. Lastly, Hurricanes. Now on Channel 3 and streaming on WFSB Plus. This is Eyewitness News at noon. Flooded streets and homes in Dahlia is leaving its mark on Florida. Thanks for joining us for Channel 3 Eyewitnesses at noon. I'm Kara Sundland. We do have team coverage right now. We're taking a live look at Steinhatchee, Florida. The water looking a little choppy right there, but not dramatic as we take a live look. The storm did make landfall. This was dramatic over western Florida. About